zilveren vulkaan. Blitzknalraketten. Japanse kanonslagen. Oh, fonteinen. Hoe zouden ze zo'n groot vuurwerk nu maken? Om te zorgen dat wij kunnen genieten van al die knallen en vuurpijlen, moet er veel geregeld en hard gewerkt worden. Zo is er voor een groot vuurwerk een vrachtwagen vol materiaal nodig. En natuurlijk mensen die er verstand van hebben. Hier op het strand van Knokke wordt vuurwerkwedstrijden gehouden. 6 landen strijden om de eerste plaats. Vandaag is Portugal aan de beurt. Het opbouwen duurt een hele dag. De buizen die je ziet, die heten mortieren. Daar worden bommen van verschillende soorten vuurwerk in geladen. De mortieren worden in groepjes bij elkaar gezet en later met een elektrische schakelaar om de beurt afgestoken. Elke bom is één figuur of een grote knal. Vuurwerk is nooit veilig. Het zijn eigenlijk allemaal kleine bommen en er kan altijd iets fout gaan. De mensen die komen kijken moeten daarom altijd op veilige afstand blijven. Eigenlijk houdt iedereen wel van vuurwerk. Het is eng, spannend en leuk tegelijk. Vuurwerk bestaat al heel lang. Meer dan 2000 jaar geleden vond een Chinese alchemist, een natuurkundige, per ongeluk het buskruid uit. Hij was eigenlijk op zoek naar een stof die de keizer het eeuwige leven zou geven. In China zijn veel mensen bijgelovig. Met het afsteken van vuurwerk denken zij de boze geesten te verdrijven en daardoor in het nieuwe jaar meer geluk te hebben. Wij gebruiken vuurwerk om feesten een extra tintje te geven. Er is dan wel toestemming van de burgemeester nodig. Je mag alleen vuurwerk afsteken als je een vergunning van de burgemeester in je bezit hebt. Al het vuurwerk wordt elektrisch ontstoken. Daarom moet iedere bom en vuurpijl via een draad op de computer worden aangesloten. Het vuurwerk wordt afgedekt omdat de bommen niet nat en zeker niet te warm mogen worden. Weet je eigenlijk hoe vuurwerk wordt gemaakt? Nee! Dan gaan we toch eens kijken in een vuurwerkfabriek. Door allerlei stoffen te mengen worden er in deze fabriek verschillende soorten vuurwerk gemaakt. Met zo'n mengsel van stoffen, een sas noemen ze dat, maken ze lichtgevend, geluid, vlam of rookgevend vuurwerk. Er moet hier veilig en precies gewerkt worden. In zilvervulkanen mag maar een bepaalde hoeveelheid sas zitten. Dat wordt afgemeten met een maatschepje. Daarna worden ze afgesloten met een dekseltje en aangestampt. Heel belangrijk is de juiste lengte van de lont. Als een lont te kort is, kan het vuurwerk te snel afgaan en in de hand ontploffen. Op elke doos moet staan wat voor soort vuurwerk het is. Hoeveel erin zit en dat het gemakkelijk kan ontploffen. Zo wordt vuurwerk dus gemaakt. En als je het wil kopen, moet je in een vuurwerkspeciaalzaak zijn. Vuurwerkspeciaalzaken hebben, als ze aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoen, toestemming van de gemeente om vuurwerk te verkopen. De politie en ambtenaren van de dienst Springstoffen controleren regelmatig of het vuurwerk correct is opgeslagen. Mag iedereen hier vuurwerk kopen? Je hebt 2 soorten van vuurwerk. Je hebt spektakelvuurwerk en feestvuurwerk. En feestvuurwerk mag verkocht worden aan iedereen vanaf 16 jaar. Dus je moet echt 16 jaar zijn? Je moet echt 16 jaar zijn. Wat staat er op de verpakking? Feestvuurwerk moet aan enkele eisen voldoen. Een van de belangrijkste zaken is een duidelijke gebruiksaanwijzing. De pyrotechnische sas moet erop vermeld staan. Dat is de poederinhoud van in dit geval een batterij.
En het keuringsnummer, dat die wel degelijk gekeurd is als feestvuurwerk. Op het strand worden alle draden bij de computer samengebracht. Alles wordt grondig getest. Welke gaan we het eerst aansteken? Ik weet niet. Dingen? Bommetje? Bommetje niet? Ja, is goed. Ik zal het aansteken dan, oké? Ja, loop. Alvast. Zet je daar. Ja. What the fuck? Wij zijn gebeld dat jullie weer vuurwerk aan het spelen zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Kom, alle vier meekomen. Kom aan. Volg maar. Stappen, vuurwerk aan mij geven. Ja. Wat heb je nog? Niks. Deze nog? Allee, jij bent te klein. Binnen. Goeiedag. Zijn dat uw kinderen? Je bent de ouders ook, ja. We hebben uw kinderen gevonden in het park. Ze waren mee aan het spelen. Dat is absoluut niet toegelaten. Hè. Ja, wie speelt er nu ook met vuurwerk? Dus onder de 16 geen vuurwerk en boven de 16 zijn er strikte regels. Ah, nu wordt het leuk. We gaan echt vuurwerk zien. Hé, waar moet je op letten als je vuurwerk afsteekt? Robbie, we gaan eerst een open plek zoeken. Zoals dit, een mooi voetbalveld. Dan gaan we de gebruiksaanwijzing van onze pijl lezen. Die er mooi netjes op staat. Dan gaan we een stevige houder maken. Waar we de pijl kunnen insteken met een stevige bevestiging in de grond. Wij zorgen voor een brandblusser of eventueel water, Robbie. En we steken hem altijd aan met een sigaret of een lont, geen open vuur. Zo, we steken de pijl in de houder. En het belangrijkste, Robbie, is dat iedereen nu weg is. Dus Robbie, wegwezen. Oké, ik zal afstand houden. Robbie, wat mag je nooit doen? Je pijl op mensen of dieren richten. Je moet altijd pijl per pijl gebruiken. Een gebroken pijl mag je niet meer teruggebruiken. Als je een weigeraar hebt, steek hem in water, maar gebruik hem niet terug. En Robbie, als laatste, je rommel opruimen en wegwezen. Ja, dat spreekt vanzelf. Eindelijk is het zover. Het vuurwerk van Portugal kan beginnen. Goed gedaan, Portugal.